De Amerikaanse verkiezingen worden beslist door stemmen die per post zijn uitgebracht. Beide kandidaten proberen overal nog stemmen vandaan te toveren, zelfs uit Nederland. En dat leverde een verrassend resultaat op. Stemmen per post kan natuurlijk altijd misgaan. En Kees en ik hebben elkaar daarom deze week aangekeken en gezegd: hey, laten wij in onze gemeente even gaan kijken of er niet per ongeluk brieven zijn binnengekomen die eigenlijk bedoeld waren voor de Amerikaanse verkiezingen. Ik heb ook wel eens hier in Emmeloord een brief gehad die bedoeld was voor iemand in Doetinchem. Nou, dus ja, het kan. Altijd. Ik bedoel maar, het gaat altijd mis bij de post. Daarom zijn we ook gaan zoeken en we hebben inderdaad stemmen gevonden. 3 zakken hebben wij gevonden. Ja. 3 postzakken vol. Kijk, en dat waren geen stemmen uit de Amerikaanse verkiezingen. Geen 1. Maar wel van een andere verkiezing. En wat blijkt nou? Dat niet Jamai, maar Jim Bakkum de winnaar is van de eerste editie van Idols. En ik kan u vertellen, met deze gevonden stemmen had Jim. De verkiezingen. Ja, hij Jim. Wat is echt een platte J. Jim. Had Jim de provincie Flevoland gepakt met zijn 16 kiesmannen. En daarmee had hij de landelijke Idols verkiezingen nipt gewonnen. Ah, je schaampje dat we dit land een democratie noemen. Een bananenrepubliek worden we genoemd in het buitenland. Nou, ik wil eigenlijk gewoon namens ons mijn excuses aanbieden. En Jim, wij willen jou heel graag feliciteren met de winst van de eerste Idols editie. Jim, heb je het nieuws gehoord? Ja, dat heb ik, ja. Wil je er iets over zeggen? Nou, het kwam niet als een verrassing, nee, om eerlijk te zijn. Ik deed het demografisch gezien ontzettend goed bij de doelgroep vrouwen van 14 tot en met 16 jaar. Maar ook bij alleenstaande moeders in Zuidoost-Flevoland. Dus toen ik hoorde dat ik juist in die regio met 4,3 procentpunt achterstand verloren had, ja, dan ga je wel denken, hier gaat iets mis. Hier gaat iets goed mis ook. Ik had het sowieso vanaf het begin af aan al. Ik voelde dat er iets niet klopte. Toen Arnie Jamai's naam noemde, toen dacht iedereen dat ik van blijdschap aan het schreeuwen was. Maar ik schreeuwde uit pure wanhoop. Maar goed, toen ben ik alsnog weet dat ik de winnaar was. Zijn er nog vragen? Iemand? Ik ga mijn verklaring kort houden. Waar komen deze stemmen ineens vandaan? Stemmen deed je per sms en niet per post. En bovenal, bestond Emmeloord überhaupt al in 2002? Als je het mij vraagt, is dit een linkscomplot om mijn winst af te pakken. En ik zal het meetellen van deze stemmen per post aanvechten bij de Hoge Raad. Ik wil graag Arnie bedanken, ik wil graag Tooske bedanken voor al jullie steun. Natuurlijk mijn lieve ouders. Make Idols great again. Ga er tegenin als het nodig is. Step right up. Dankjewel.